Net als bij de vorige generatie van de Kia Niro is er ook bij het nieuwe model weer een elektrische versie. En die heet nu niet meer e-Niro, maar Niro EV. Dat is wat de marketingafdeling ervan gemaakt heeft, maar in basis is het concept natuurlijk gelijk. Alleen dan wel compleet nieuw van voor tot achter. Nou, om een idee te krijgen waar we deze auto moeten plaatsen, hebben we er vergelijkingsmateriaal bij gehaald in de vorm van de Renault Megane E-Tech Electric, zoals die auto voluit heet. Nou, Renault is natuurlijk een elektropionier. Ze waren er vroeg bij met de Fluence en de Zoe. En ja, daarna hadden ze een beetje last van de remmende voorsprong. Bleef een tijdje stil. En toen kwam van het voorjaar deze auto op de markt. Een compleet nieuwe elektrische middenklasser. Nou, op papier zijn deze twee auto's behoorlijk aan elkaar gewaagd. En laten we eens even kijken of dat niet alleen op papier is, maar ook in de praktijk. Het interieur van de Niro is royaal opgezet. Ik ben zelf bijna 2 meter, maar voorin heb ik in alle richtingen meer dan genoeg ruimte. En ook achterin valt het alleszins mee. Als ik de stoel op mezelf instel, dan kan ik nog steeds prima achter mezelf zitten. Beenruimte is genoeg, hoofdruimte, dat is in orde. Dan gaan we nog een stapje verder naar achter, dan komen de bagageruimte en die meet 475 liter. En daarnaast is er ook aan de voorkant onder de motorkap nog een kleine bagageruimte, dus 20 liter. Ja, en daar kun je dus mooi bijvoorbeeld een natte laadkabel in opbergen zonder dat de rest van de bagage vies en nat wordt. Het interieur is vormgegeven met strakke lijnen en diepe vouwen. Gebruikte materialen zien er op het eerste gezicht een beetje simpel uit, maar toch alles wat je beetpakt, dat voelt prettig aan. En dat geldt eigenlijk voor de hele afwerking van de auto na de kieren. Dat ziet er allemaal vrij strak uit, sluit allemaal mooi op elkaar aan en geldt niet alleen binnen, maar ook aan de buitenkant van de auto. Kieren tussen de portieren die zijn heel mooi strak en smal. Het dashboard wordt gedomineerd door een grote zwarte glazen plaat. En recht voor me zit daarin een instrumentarium, helemaal digitaal. En centraal hebben we het multimedia systeem. Dat multimedia systeem dat heeft standaard een 8-inch scherm, maar wij hebben hier de iets luxere versie en dan is het 10¼. Nou, het multimedia systeem dat laat zich vrij eenvoudig doorgronden en ja, daar hebben ze bij Kia natuurlijk ook een naam in hoog te houden. Ja, bediening voorheen zaten er naast het scherm knopjes voor de hoofdgroepen, maar dat zit nu allemaal verstopt in een strip onder de ventilatieroosters onder het scherm. En dat werkt eigenlijk kinderlijk eenvoudig en het is een beetje multifunctioneel. Ik heb hier zeg maar een draaiknop voor het volume van de audio, maar met één druk op de knop wordt het paneel gewoon de bediening voor de airco en dan is het de temperatuurregelaar. Ja, dan hebben we de middentunnel nog een paar fysieke knoppen voor wat hoofdfuncties. En uiteraard natuurlijk voor de rijrichtingkeuze R en D. En in het midden een P voor de parkeerstand. Ja, en dan zien we overal nog USB-aansluitingen. We hebben USB-A, USB-C. En op de rugleuning van de stoel komen we ook nog USB-C-aansluitingen tegen. En dat is allemaal standaard in deze auto. Onafhankelijk van de uitvoeringsniveau. Maar goed, waar het bij een elektrische auto natuurlijk om gaat, dat is de aandrijflijn. Nou, daar lijkt in eerste instantie niet zo heel veel veranderd met de vorige generatie. De getallen liggen allemaal nog een beetje bij elkaar in de buurt. En dat zegt eigenlijk meer over de vorige generatie, die op zich al behoorlijk goed was. We hebben nog steeds 204 pk en 250 Nm. En daarmee komt deze auto meer dan makkelijk uit de voeten. En ja, het is een voorwielaandrijver, dus heel veel meer zou het ook niet hoeven te zijn. Het gaat allemaal lekker vlot. Ja, de mate van remgeneratie die kun je regelen met de flippers achter het stuur. En zet je hem in de heftigste stand, dan is het gewoon one pedal driving. En dan bij gas loslaten, of stroompedalen eigenlijk moet ik zeggen, komt de auto gewoon tot stilstand. Dat is wel zo prettig voor een verkeerslicht. Ja, zolang je op een vlakke weg rijdt is het een prettig onderstel in deze auto. Het is allemaal mooi voorspelbaar, maar er komen er wat hobbels. Ja, dan voel je toch dat de dempers en dan vooral aan de achterkant een beetje moeite hebben om het tempo bij te benen. Zeker als er ook door mensen achterin zitten of bagage in de achterbak zit. Dan klapt de auto af en toe eventjes te veel na. Dus denk er eventjes bij na wanneer je verkeersdrempels nadert. Neem ze met beleid. Al vanaf de basisversie geeft Kia de Niro allerhande assistentie en veiligheidsvoorzieningen mee. Je kunt zo gek niet verzinnen of het zit erop. Vermoeidheidsherkenning, rijbaanassistent. In de topversie is het zelfs mogelijk om automatisch van rijbaan te wisselen. Dat werkt allemaal prima. Voorheen was er keuze uit 2 accupakketten, een kleinere en een wat grotere. Nou, die kleinere is komen te vervallen. Er is nu alleen nog maar een accupakket van 64,8 kWh. Ja, en gezien het vrij zuinige verbruik van deze auto is dat genoeg om
tussen de 400 en 450 kilometer ver te komen als je een beetje normaal doet. En dat lukt ons aardig. Kia geeft zelf overigens 460 kilometer op. En nou, dat is niet eens heel onrealistisch. Ja, laden, dat is wat bescheidener. De wisselstroomlader, dan kan de auto 11 kilowatt doen. En ja, in de gelijkstroomlader is het maximaal 72 kilowatt. En ja, dat is zelfs minder dan bij de vorige generatie. Maar, zeggen ze bij Kia, dat was bij de vorige generatie een piek waarna het inzakte. En in dit geval blijft het mooi constant. Dus uiteindelijk is de auto toch sneller geladen. Ja, behalve laden kun je deze auto ook ontladen met een stekker. Naast de 12 volt en de USB-aansluiting is er ook gewoon een huistuin- en keukenstopcontact. 230 volt. Dat zit bij de achterbank. Nou, dat is natuurlijk handig als je op de camping je eigen espresso-machine wil gebruiken. Of je bent aan het klussen op locatie en je wil je boormachine aansluiten. Dat kan allemaal. Maar als moet kun je zelfs ook een andere elektrische auto mee opladen. Als je niet meer met een jerrycannetje elkaar kunt helpen, dan kan het op deze manier. In theorie zou je dus ook overdag thuis je auto kunnen opladen met zonnepanelen en met het stopcontact 's avonds de schemerlamp laten branden. Maar goed, voor het uit de hand loopt, laten we gauw doorgaan naar de Renault. Voor- en achteras van de Megane die staan maar een paar centimeter dichter bij elkaar dan bij de Kia het geval is, maar ja, dat merk je binnen meteen. Voorin heb ik absoluut geen klagen hoor, aan alle kanten is er weer genoeg ruimte, maar ja, achterin zit ik al heel snel met mijn knieën knel. En ook met mijn hoofd kom ik toch wat centimeters tekort. En dat komt door het aflopende dak. En dat zorgt meteen ook dat het zicht naar achteren vrij beperkt is. Want het achterraampje, dat is echt een raampje. Het is vrij laag, waardoor ik in de spiegel niet zo heel veel zie. Nou, als alternatief heeft Renault, en dat is niet standaard overigens, boven de achterruit een camera. En daarmee kan ik naar achteren kijken. Als ik de spiegel overhaal, dan is dit in één keer een beeldscherm geworden. Maar ja, dat werkt toch minder prettig. Normaal gesproken, ja, als je focus een paar honderd meter naar voren en als je in je spiegel, echte spiegel kijkt, dan is zonder dat je hoeft te focussen, kijk je net zo ver naar achteren. Maar nu moet ik in één keer van een paar honderd meter naar pak een beetje 30, 40 centimeter focussen en dat vraagt net even te veel aandacht. Niet echt prettig. De achterbak meet 440 liter, dat is ietsje kleiner dan bij de Kia. En onder de vloer daarvan, daar zit nog een opbergvak voor de laadkabel. Ja, en kun je het allemaal weer niet kwijt, dan kan er ook hier een kar getrokken worden en die mag 900 kilo wegen. Renault geeft de Megane een vrij ontworpen interieur mee, maar ja, in tegenstelling tot bij de Kia is het hier net andersom. Het ziet er mooi uit, maar als je het beetpakt, dan is het allemaal net even wat, ja, wat goedkoper plastic lijkt het. Dat is een gemiste kans, althans, dat vind ik jammer. Net als in die Kia ook hier een groot glazen scherm voor me. Het recht voor me, het instrumentarium, dat kan ik naar eigen inzicht indelen en vormgeven. En daarnaast een ventilatieroostertje en vervolgens het multimedia scherm staand, rechtopstand. Nou, dat werkt prima, al is het in de Kia net ietsje prettiger qua bediening. En het draait op Android Automotive en nou, dat heeft als voordeel dat het ook met Google Maps werkt. Ja, en, ja, wie op zijn computer of op zijn telefoon gewend is daarmee te werken, ja, die gaat hier al heel eenvoudig in verder. Ja, dan hebben we op het stuur nog allerhande knoppen en ook achter het stuur zitten verschillende stengels. En er zit een soort unitje voor de audio en er zit ook de versnellingspook. Het is een kluwe, maar ja, in de praktijk blijkt het allemaal prima te bedienen. Dat betekent dat er in de rest van het interieur weinig bedieningselementen zitten en dat geeft een mooi opgeruimd effect. Onder de motorkap hebben we een 218 pk elektromotor met 300 Nm en die drijven de voorwielen aan en die voorwielen kunnen het allemaal keurig kwijt. Het is net niet te veel. En je kunt ook hier weer de mate van remregeneratie of het gedrag van je stroompedaal kun je beïnvloeden met de flipper achter het stuur. Het wordt er niet one pedal driving van. Het laatste stukje moet je gewoon met de rempedaal doen. Maar ja, geen bezwaar als je een rijbewijs hebt gehaald, toch? Het accupakket in deze auto is ietsje kleiner en het verbruik is ietsje hoger. Renault geeft 16,1 op en dat halen we hier ook in onze test zo'n beetje. En dat betekent dat je net geen 400 kilometer ver komt op een volle accu. Maar daar staat tegenover dat het laden wel weer sneller gaat. Want deze kan aan de wisselstroomlaadpaal 22 kilowatt doen. Niet dat alle palen dat aankunnen, maar de auto kan het in ieder geval hebben. En ga je aan de snellader gelijkstroom, dan kan er met 130 kilowatt geladen worden. Dat is natuurlijk een stuk sneller dan bij de Kia het geval is. Dus op die manier compenseert Renault het iets hogere verbruik en de kleinere accu. Moet uit de lengte of de breedte.
Megane heeft een lekkere directe besturing en het onderstel dat is net eventjes wat beter in staat om het extra gewicht van een accupakket te pareren. Vering en demping zijn wat mooier met elkaar in balans en zonder dat het oncomfortabel wordt is het gewoon lekker stevig en dan gaat de auto mooi koersvast over het asfalt, ook als er hobbels in zitten. Ja, ook Renault geeft deze auto natuurlijk de nodige assistentie- en veiligheidssystemen mee, maar dat zijn er net ietsje minder dan in de Kia. Het is net ietsje minder compleet. Overigens is er wel meer mogelijk, maar daar moet voor bijbetaald worden. Renault hanteert wat dat betreft een net iets ander systeem. Er zijn losse opties en optiepakketten. Je kunt het eigenlijk net zo gek maken als je zelf wilt. Waar je de Renault helemaal naar eigen inzicht kunt aankleden, houdt Kia het een stuk overzichtelijker. En dan kun je eigenlijk alleen maar kiezen uit de metallieklak of een andere kleur op de C-stijl. Dan heb je de belangrijke dingen wel gehad. Er zijn verder natuurlijk nog wel de nodige dealeraccessoires, maar dat is niet af fabriek. De Niro is iets rijker uitgerust en daarom vraagt Kia al voor de basisversie net ietsje meer. De prijslijst begint bij net geen 44.000 euro, terwijl je de Renault met deze aandrijflijn al hebt voor net iets meer dan 42.000. Nou, het is geen onoverkomelijk verschil. En er komt nog eens bij dat Kia 7 jaar garantie geeft, terwijl het bij Renault maar 2 jaar is. Overigens wel 8 jaar op het accupakket. Kortom, het komt erop neer dat je voor jezelf moet plussen en minnen van wat heb ik aan uitrusting nodig. Wil ik een ruimer interieur zoals bij de Kia en iets meer actieradius of geef je juist meer om een prettiger onderstel en sneller laadvermogen, dan is de Renault je auto. En dat zijn eigenlijk een beetje de belangrijke criteria bij deze auto's en ja, die zijn voor een belangrijk deel persoonlijk.